Welkom. Ik ben hier vandaag met Kirsten Franke om een zielsgesprek te voeren. Graag stel ik je voor aan Kirsten. Kirsten is PMS-coach, tea-lover en levensgenieter. Het is haar missie om elke vrouw te laten kennismaken met de natuurlijke kracht die ze diep in haar heeft. En zij leert je eigenlijk alles over het vrouwelijke lichaam. Het vrouwelijke lichaam, zodat jij zelf trots bent op jezelf en dat je ook weer liefde hebt voor je lichaam. Zij laat je kennismaken hoe dat je bewust kan samenwerken met jouw cyclus en de natuur in plaats van er tegen te werken. En zo meer ontspannen, vrijer en energiek van het leven kan genieten. Kirsten heeft een eigen bedrijf. Het bedrijf heet Kom Weer Tot Rust. En daar creëert zij een plek waar vrouwen over hun lichaam kunnen leren. Het is een ruimte met heel veel informatie en inspiratie om ontspannen en gelukkig te leven. Zij heeft ook een webshop waarin dat zij producten creëert die jou gaan helpen om terug gelukkiger en vrijer in het leven te staan. Welkom, Kirsten. Dank je wel voor de tijd die je vrijmaakt om dit zielsgesprek te voeren. Ik noem het een zielsgesprek omdat het onderwerp waar we het over gaan hebben, innerlijke vrijheid en vrouwelijkheid, omdat dat naar mijn gevoel iets is dat van heel diep komt en dus echt vanuit jouw ziel. Ik ben heel blij dat ik met jou dit gesprek kan voeren. Innerlijke vrijheid en vrouw zijn is een onderwerp waar jij heel intens mee bezig bent. Dus echt het thema waar jij toch in jouw bedrijf mee bezig bent. En mijn eerste vraag is dan ook, wat betekent voor u persoonlijk innerlijke vrijheid? Hoe definieer je dat? Hoe ga je daarmee om? En is innerlijke vrijheid iets volgens jou dat eens je het hebt, dat je het voor altijd hebt? Of is het eerder iets dat je zegt van je blijft eraan werken en je groeit er naartoe? Ik denk innerlijke vrijheid voor mij is echt doen wat goed voelt voor mij. En dat is in mijn geval heel erg gebaseerd op mijn onderbuikgevoel. En dat kan iets zijn als nee zeggen tegen een feestje waarvan iedereen verwacht dat ik kom, maar ik heb geen zin of ik ben moe. Tot aan mijn grenzen aangeven bij anderen. Maar voornamelijk keuzes maken voor mezelf. Weet je, we wonen en werken in een wereld waar van alles van je verwacht wordt. Of jij denkt dat het van je verwacht wordt. En als ik iets de afgelopen paar jaar heb geleerd, is dat het is zoveel beter om voor jezelf een keuze te maken dan altijd voor een ander. Weet je? Neem het voorbeeld van dat feestje. Ik ben inmiddels best wel goed in niet naar feestjes gaan. En in het begin zeggen mensen dan, oh, wat ongezellig, want oh, dan ben je er niet. En dat duurt 3 seconden, want op het feestje zelf hebben ze genoeg andere mensen om mee te praten. Dan missen ze echt niet mij persoonlijk. Tenzij het misschien, ik veel, mijn ouders die 50 jaar getrouwd zijn. Maar voor een algemeen iets, bij 9 van de 10 keer is het dan, oh jammer, maar ik snap het of noem maar op. Terwijl ik dan mijn energie bij me kan houden. Dus dan heb ik weer een keuze gemaakt voor mijn vrijheid. En wat ik daar dan wel mee doe, dat is mijn keus. Dus voor mij is het heel erg keuzes maken op iets wat voor mij goed voelt. En niet dat ik iets doe omdat het maar van me verwacht wordt. Of omdat ik denk dat het van me verwacht wordt. Maar ik moet er ook daadwerkelijk zin in hebben. Of het willen doen. Of nou ja, zo. In die instantie. Maar dat is iets waar je altijd aan moet blijven werken, denk ik. Kijk, het wordt wel makkelijker. Ik word er steeds beter in en ik durf er ook meer voor uit te komen als ik gewoon iets echt niet wil. Want sommige momenten zijn gewoon wat ongemakkelijker. Maar daarna denk ik toch altijd blij dat ik die keuze weer gemaakt heb. Of fijn dat ik dit juist wel of niet heb gedaan. Want ik weet gewoon de paar keer in mijn leven dat ik echt dacht, oh, nu loopt alles in de soep. Of zo'n, oh, ik had al zo'n voorgevoel moment. Dat was er altijd keren dat ik tegen mijn onderbuikgevoel inging. En omdat het van me verwacht werd. Of omdat ik dacht dat mensen dat van mij verwachten. En ik heb toen met mezelf zelf afgesproken dat ik dat gewoon niet meer ga doen. En heb jij
Ik veronderstel dat je dit niet altijd hebt gedaan. Is er een bepaald moment of bepaald situatie in je leven geweest dat jij hebt gezegd van oké, nu is het genoeg. Ik leef hier tegen mijn natuur in, doordat er een bepaalde situatie of een druppel die de emmer heeft toe overlopen en dat je zegt van oké, nu moet het gewoon anders en dat je bent gaan zeggen van oké, ik moet echt meer op mijn gevoel gaan vertrouwen en dat onderbuikgevoel. Van sinds wanneer heb jij gezegd van oké, ik pak het anders aan. Ik wil in mijn leven volgens mijn intuïtie gaan leven, mijn flow. Ik denk dat het een combinatie van twee dingen is geweest. Ten eerste, ik werk ook onregelmatige diensten, waardoor ik een keer nachtdiensten heb, de andere keer om 4 uur 's ochtends op moet. Ja, dat zorgt er gewoon over het algemeen voor dat ik wat vermoeider ben. Mijn vriend daarentegen is nooit moe en een super sociale tijger. Dus die plande altijd elke agenda vol met een borreltje bij vrienden hier, lekker eten daar. Terwijl ik dan echt dacht, moet er niet even. Weet je, ik wil gewoon tijd naar bed. Ik heb helemaal geen zin om sociaal te doen of wat dan ook. En toen heb ik een paar keer de opmerking van hem gekregen van ja, weet je, dan ben je er wel bij, maar je doet het helemaal niet gezellig. En toen zei ik ook van ja, het wordt ook niet aan me gevraagd of ik daarheen wil. En ik ben misschien wel moe en misschien wil ik dit wel helemaal niet. Ja, en dat was een beetje op het moment dat ik ook bezig ging met het ontdekken alles over de vrouwelijke cyclus. En dat verklaarde ook heel veel van die momenten waarom ik me zo voelde en waarom ik zo reageerde en waarom ik er geen behoefte aan had. En sindsdien ben ik het wel gaan zeggen. Kijk, nu wordt er nog steeds heel veel in de agenda gezet. Alleen zeg ik gewoon erbij van ja, weet je, het liefst maak ik op die dag pas de keuze of ik meekom of niet. Want grote kans dat ik dan gewoon heel moe ben. En dan kan ik wel zeggen ik ga mee. Maar dan vind je me geen leuke toevoeging aan de avond. En dan kan je misschien beter alleen gaan. En sindsdien is daar een aardige combinatie in gekomen. Aan twee kanten water bij de wijn soms. Maar dat scheelde wel heel veel. Dus dat was al één stap voor mij om te kunnen zeggen oké, hier is mijn grens. En ik merkte dat bij meer dingen, dus ik ben dat gewoon vaker gaan doen. Ja, en dan voornamelijk in eerste instantie voor sociale dingen. Dus avondjes, eten, verjaardagen, dat soort dingen. En want jij zit in een relatie en die vrouwelijkheid, want wij zijn hier nu met 5 vrouwen en 1 man in ons gezin. Ik merk dat het voor de man toch niet gemakkelijk is om als je dus zegt van oké, ik wil volgens mijn cyclus leven en ik ben moe en het gaat mij nu niet af, dat voor de mannen niet altijd blijft ook soms die opmerking van het zal wel aan je menstruatie liggen. En dan denk ik van ja, so what? Maar toch blijft het voor die mannen moeilijk om dat te accepteren van hoe en wat is jouw tip daarin? Hoe kan je in die mannenwereld waar we in leven, mannen inspireren ook, want we willen natuurlijk ook heel veel vrouwen inspireren met volg je flow en leef volgens jouw cyclus waar jij toch mee bezig bent. Hoe kan je mannen inspireren om dat respect en zij hun flow volgen, maar dat respect voor de flow of volgens het cyclus van de vrouw. Want hoe is jouw vriend dan daarmee omgegaan? Van ja, oké, prima. Ik kan me voorstellen dat inderdaad, zoals je zegt, eerst die opmerkingen van niet leuk, je bent niet gezellig. Maar dan moet voor hem toch ook niet zo evident geweest zijn om dat te aanvaarden, dat jij leeft volgens jouw cyclus. Nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk mijn werk. Deels. Dus hij weet ook wel dat ik daar heel intensief mee bezig ben. En ik zeg ook tegen hem van ja, weet je, ik merk aan mezelf heel goed waar ik ben in de cyclus en wat ik ermee kan. En ik heb wel echt moeten uitleggen hoe het komt. Wat er gebeurt in mijn lichaam waardoor ik moe ben. En dat dit natuurlijk is. En dat, weet je, ik heb wel het hele proces moeten uitleggen. En ik heb hem ook vooral uitgelegd. En ik denk dat dat... Ja, dat is gewoon het grote verschil. Mannen hebben maar 1 klok. Dat is de 24-uursklok. De zon komt op, ze krijgen energie en de zon gaat onder en ze worden moe. Ja. Punt. Mannen zijn ook qua vermoeidheid redelijk stabiel elke dag. Tenzij ze natuurlijk, feestje, noem maar op. Maar hun hormoonlevels, die zijn in principe elke dag hetzelfde. En ja, ik heb dat ook echt wel meerdere keren uit moeten leggen. En ik merk vooral dat... als ik het wel eens ter sprake breng waar vrienden bij zijn, en dan ook een paar vrouwen, die zijn het allemaal met mij eens. Die herkennen het allemaal. En
hij heeft dat nu een paar keer gehoord, dat anderen het ook herkenden, weet je. En dan, sindsdien snapt hij wel. Ik zeg niet dat hij het altijd leuk vindt, of dat het altijd goed uitkomt. En ik probeer, weet je, ik zet het ook niet in echt als een smoesje. Kijk, en ik weet ook wel wanneer bijvoorbeeld wat belangrijkere momenten zijn. Dus stel, ik weet van, nou, we hebben een bruiloft van onze beste vrienden. Ja, dan ga ik niet zeggen, ik blijf thuis, want ik ben ongesteld. Maar dan zorg ik wel dat ik de dagen daaromheen zoveel mogelijk rust kan pakken. En dat is het vooral. Kijk, we kunnen alles altijd als je wil. Alleen, ja, weet je, daar zitten fases in en dingen in. En ik denk het beste wat je kunt doen is uitleggen hoe het komt. En dat precies het ons anders maakt dan mannen. Dat is precies het verschil tussen man en vrouw zijn. Die hormonen die opspelen. En kijk, dingen als hoe jouw brein reageert en dat je vermoeider bent, dat is natuurlijk. Nee, dat betekent niet dat je er niks tegen kunt doen. Dus het is niet zo dat je er alles maar, naar mijn mening, alles maar erop af kan schuiven van, ja, het zijn hormonen. Nee, je zou maar ietsje vermoeider moeten zijn en je zou geen enorme moedswings moeten hebben. Je zou geen enorme eetbuien moeten hebben. Dat hoort allemaal niet. Dat is niet natuurlijk. Heeft een andere oorzaak. Dus daarom probeer ik vrouwen wel te leren van, hey, als je hormonen in balans zijn, dan merkt de man daar niet zo heel veel van. Of niet tot in niet hele grote dingen. Behalve dat je wat vermoeider bent, misschien iets meer voorspel nodig hebt in de slaapkamer, noem maar op. Maar eigenlijk, buiten dat, zou je niet zo heel veel hoeven kunnen merken. Maar dat ligt ook een beetje aan, ja, ik denk ook je relatie onderling en hoe open je daarover durft te praten. Weet je, ik vond dat toen heel lastig. Ik heb echt moeten zeggen, okay, luister, ik trek dit niet elke keer die mensen zien. En ik heb ook helemaal geen zin in. En ik ben ook best wel een introvert, moet ik bijzeggen. Dus ik zei ook tegen haar, ja, weet je, soms dan ben ik al moe. En als ik dan mensen moet zien, dan ben ik nog twee keer zo moe. En ja, daar heb ik gewoon niet altijd zin in. Ja, de ene keer begrijp je dat beter dan de andere keer. Maar uiteindelijk, weet je, als je wel uitlegt wat het doet en hoe dat komt, ja, dan vind ik dat ze uiteindelijk niet heel veel anders kunnen dan daar wel maar gewoon accepteren. En natuurlijk, ik krijg ook wel eens een opmerking over van, oh, is het weer zover of nu al? Maar dan denk ik, ja, het is mijn lichaam, mijn keus. Maar je zegt inderdaad, die mood swings en dus wat dat je allemaal ervaart, of wat dat de meeste vrouwen ervaren, is niet normaal. Maar toch wordt dus in de maatschappij als standaard neergezet, al jaren, al altijd, bij mijn weten. Ik weet dat ik toen dat ik in het begin begon te menstrueren, heel veel problemen had. Het wordt als algemeen aanvaard. En dit vind ik heel... Ik vind dit heel... Eigenlijk bijna chockerend dat wij... En we leven in een mannenwereld van... Ja, dat je daarmee dient te leven van die opmerkingen van... Goh, het zal daar weer aan liggen. En plus dan het onbegrip. Maar ook heel veel vrouwen accepteren het ook dat ze al die PMS-klachten hebben. Dat ervaren ze als gewoon normaal. Hoe komt dat eigenlijk, dat heel veel vrouwen dat zo geconditioneerd of geïndoctrineerd, kan ik zeggen, en dat het eigenlijk heel toch nog altijd een heel groot deel van de vrouwen zijn die niet... heel deel van de vrouwen zijn die niet aanvaarden... Of niet aanvaarden, mag ik niet zeggen. Die dat als normaal en daar nog niet mee aan de slag gaan. Ja, ik denk dat het gewoon... Kijk, je leert er niks over. Hè? Ik zeg ook altijd tegen iedereen... Ik wou dat alles wat ik nu in mijn cursussen stop... Of wat ik vrouwen leer, dat ik dat op school had geleerd. En niet toen ik 20 was, maar toen ik 14 was. Want als ik terugdenk aan mijn biologieles... Ik weet nog zo dat er een plaatje van een penis in stond. Ja, in Nederland is dit jaar voor het eerst pas een biologieboek uitgebracht waar ook een vagina in afgebeeld wordt. En we leven in 2021. Laat staan dat er iets over de cyclus verteld wordt. Kijk, er wordt wel gezegd, je kunt zwanger worden vanaf het moment dat je menstrueert. En je verliest ongeveer een half eierdopje bloed per keer. En je bent dan niet zwanger. Maar dat is het, terwijl er zo'n wereld achter zit. En dat komt
Ja, het wordt nog steeds gezien als een taboe. Hè. Vroeger, in sommige landen nog steeds, werd het gezien als onhygiënisch. En zeker de tijd dat mensen weer dat je kinderen kregen, was het eigenlijk weer een mislukte poging. Maar daarnaast, de hele wetenschapswereld wordt echt geregeerd door mannen. Bijna alle onderzoeken, medische onderzoeken die worden gedaan, die zijn op mannen. Er is geloof ik echt maar 2% wat op vrouwen wordt getest. Dat is ook waarom er heel veel informatie, bijvoorbeeld over fitnessen, over afvallen, wordt verteld. Maar al die kennis is op mannenlichaam getest. En die werken niet voor iedereen, en zeker voor heel veel vrouwen niet. En zo is dat met heel veel dingen. Heel veel dingen, allemaal cyclus gerelateerd. Daar is tot nu toe weinig onderzoek in gedaan. Omdat er vanuit de wetenschap, vanuit de mannenwereld ook weinig interesse was. Er is in de jaren 50 een pil bedacht. Die voor de vrouwelijke aandoeningen gelden. En die is nooit meer veranderd. En ze zijn een test gestart met de mannelijke pil. Maar ja, de mannen die klaagden over dat ze wat depressieve gevoelens kregen en swings, dus zijn ze met heel het onderzoek gekapt. Terwijl wij dat dus elke maand hebben, bijvoorbeeld als je aan de pil zit. Of zonder de pil. Dus dat heeft er ook heel erg mee te maken. Het wordt ook gewoon niet, het wordt niet besproken. Gelukkig nu meer en meer. En elke keer als ik een vrouw spreek, zegt ze, oh, er vallen zoveel puzzelstukjes op hun plek. Dacht ik, ja, dit zouden we gewoon moeten leren als 14-jarig meisje. En niet op ons 30ste toevallig een Instagram-account tegenkomen waar je het opeens leert. Maar er wordt onderling ook gewoon te weinig over gesproken. Weet je? Ik neem het voorbeeld dat als je opeens ongesteld wordt en je denkt, oh, ik heb geen maandverband of geen tampons bij me. En dan, ik herinner in ieder geval bij mijn vriendinnen nu niet meer, maar vroeger had ik dan echt een soort schaamrood op mijn kaak. Heeft er iemand toevallig tampon in zijn tas? Of ding? En dan ging je die nog verstoppen, terwijl je niet, omdat ik, terwijl ik dan nu echt denk, hallo, what's the problem? Weet je wel? Dus, ja, alleen dat al. Weet je, onderling hebben we het er dus ook niet snel of niet vaak over. En ik, vanuit mijn moeder, niks tegen mijn moeder, schat van een vrouw, heb ik er ook niks van geleerd. Behalve, ja, hier is, dit zijn tapons, dit is maandverband, succes en zorg dat je niet zwanger wordt. En toen ik last kreeg van symptomen, als ik had heel veel krampen, noem maar op. Ja, toen was het, hup, alsjeblieft de pil. Wat ik toen fantastisch vond hoor, daar niet over. Maar nu op terugkijken, denk ik echt, ja, shit. Wou dat ze dat niet had gedaan. Nou ja, daar kan zij natuurlijk niks aan doen. Maar het is zo'n mannenwereld. En ja, ik weet niet, vrouwen vinden het toch wel spannend. En ik merk dat het moment dat vrouwen überhaupt na gaan denken over een cyclus, is pas als ze kinderen willen. Ja, maar ik denk dus inderdaad dat wij als vrouwen, en vandaar dat we, denk ik, dat wij als vrouwen daar ook een taak in hebben om dat naar buiten te brengen. Niet alleen dat tegen de mannen in die seksistische opmerkingen geven, maar dat wij als vrouwen daar inderdaad ook de taak in hebben om de mannen te heropvoeden of om naar buiten te komen als een persoon die we zijn. Want ik ervaar ook dat ik ook heel lang mijn menstruatie als iets vuil en vies heb ervaren. Waardoor dat je eigenlijk je menstruatie of jouw vrouwelijkheid op dat moment als tegen jou gebruikt en het je tegenzet, want je wordt eigenlijk, oh, het is weer zover, ik heb weer mijn menstruaties. En het, je ziet het als een grote belemmering. En in die zin wil ik dan zeggen dat je dan je vrouw zijn eigenlijk als een grote belemmering zit in jouw innerlijke vrijheid. Dus we hebben daar inderdaad ook een heel grote opvoedende of onderwijzende taak, waar jij heel intensief mee bezig bent, om de vrouwen van in alles wat dat we zijn, zowel emotioneel, fysiek als mentaal, ons vrij voelen. Maar ik denk dat daar inderdaad nog heel veel werk aan is. Als ik dan kijk bij mijn dochters, die dan hun menstruatie krijgen, probeer ik ze nu ook anders daarin op te voeden, zoals je zegt. Mijn moeder ook heeft ook gezegd van, hier ligt het materiaal en help jezelf. Dus ik denk dat we daar inderdaad een heel opvoedende taak hebben. Het probleem is, en ik weet niet of jij dat ervaart, is doordat we in die mannenwereld zitten en in die productieve wereld, is dat het leven zich precies meer buiten onszelf afspeelt. Of wij leven meer buiten onszelf dan in onszelf. Terwijl het innerlijk moet komen en naar buiten toe.
Wat is daar jouw manier van leven dat je zou zeggen van... Want hoe breng jij dat aan naar vrouwen die inderdaad met die PMS-klachten zitten? Want het is een hormonale balans, maar ik denk dat het niet alleen hormonen zijn, dat ook de emoties zijn. Wat dat ik geleerd heb, als je je menstruatie omarmt en het ziet als behorende tot jouw lichaam en als een zuiveringsproces in jouw lichaam, dat je je anders ook beter voelt, innerlijk vrijer voelt. Hoe leer jij de vrouwen die bij jou instappen in een traject, hoe leer jij die daar? Want het gaat volgens mij niet alleen over het hormonale. Nee, het gaat ook om energie. We hebben op de wereld mannelijke energie en je hebt vrouwelijke energie. En die hebben we allemaal. We hebben allemaal beide in ons. Of kun je terugzakken. En als je kijkt naar onze cyclus, heb je de ene helft, zit je veel meer in de mannelijke energie. Dus dat is eigenlijk richting je ovulatie toe. Dus dan merk je vaak ook dat je opeens de douche wil afwerken. Dat je wat langer doorwerkt. Dat je echt kunt knallen. Want dan zit je in die mannelijke vibe. Maar het is dus belangrijk om de tweede helft van je cyclus juist terug te schakelen naar je vrouwelijke energie. Want dat is juist de periode dat je een stapje terug moet nemen. Nou zeg ik niet dat vrouwen altijd een stap terug moeten nemen. Maar vrouwelijke energie is werkt vanuit binnen. Van waar heb ik behoefte aan? Wat voel ik? Die periode, de cyclus, staat ook heel erg van wat kan ik loslaten? Waar loop ik tegenaan? Wat gaat er goed? Wat gaat er slecht? Dus ik probeer ze altijd heel erg mee te geven van hey, beide energieën heb je altijd. En wees je bewust dat er ergens in je cyclus een switch is. Je kan altijd op elk moment een switch maken, daar gaat het niet op. Maar vaak willen we richting onze, ik noem het maar even de PMS-week. De week voor je menstruatie, in je menstruatie. Dan wil je vaak meer alleen zijn. Dan ga je vaak meer naar binnen keren. Je bent ook van nature eerlijker tegenover jezelf. En dat is ook omdat je dan... Doordat je zakt in je energie en de vrouwelijke energie gaat vooral richting de baarmoeder. Nou ja, daar draait het natuurlijk allemaal om. Vaak voel je dan veel beter. Maar ook omdat je er veel meer bij stilstaat. Dus je gaat van gehaast naar, tijd voor mezelf. En ik zeg ook altijd, jouw menstruatie, die mag je zien als jouw resetbutton. Het is eigenlijk even je stopknop om even... loslaten wat niet meer goed gaat. Adem in, adem uit. Waar je ook mee zit. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk al probeer te zeggen. Probeer dag 1 en 2 van je cyclus. Dus de eerste 2 dagen dat je menstrueert. Probeer zo weinig mogelijk te doen. Ben in je eentje met je gedachten of met muziek. Of als je van mediteren houdt. Kan ook heel fijn zijn in die periode. Maar zorg dat je zakt en weer even teruggaat naar jouw gevoel. Want... zodra je weer richting je ovulatie gaat, dat betekent dat je energie toeneemt en je oestrogenen, noem maar op, dan is het heel lastig om weer goed te voelen. Dan ga je weer vanuit de denkmodus. En in de tweede helft zit je veel meer in je gevoel. Dat zou je eigenlijk moeten zitten, laat ik het zo zeggen. Ons brein verandert ook voor 25% gedurende de cyclus. Dus de manier waarop je denkt en de manier... Vooral dat innerlijke, kritische stemmetje is het ene moment meer aanwezig dan het andere moment. En door daar dus alleen al bewust van te zijn, ga je ook gewoon heel anders met jezelf om. Kijk, ik weet als mijn kritische noten is van, oh, wat ben je allemaal aan het doen en hier zit niemand op te wachten. En wat heb je nou weer bedacht? En het gaat helemaal mislukken. Ik bedoel, die stem hebben we allemaal wel eens. Dan weet ik gewoon, in welke periode zit ik? Over 2 dagen is ze weer weg. Dit betekent gewoon voor mij is dat een teken dat ik te veel gas aan het geven ben. Dat ik gewoon even terug moet naar mijn basis. Dat stemmetje mag weer weg. En dan weer door. Dus het is buiten het hormonale gedeelte wat er gebeurt in je lichaam. Ja, zit je ook heel erg met energieën. En daarom zeg ik altijd hoe dichter je bij je menstruatie komt. Probeer tijd voor jezelf in te plannen. Gewoon even alleen zijn. En voor de een is een kwartier per dag al fantastisch net haalbaar en... helemaal lekker. En voor de ander is dat misschien 3 uur die ze vrij kunnen maken. Maar het is zo belangrijk om vooral even bij jezelf in te checken. Maar waar zit ik nu? Wat zegt mijn onderbuikgevoel nu? Eigenlijk. Je hebt nu heel veel verteld over de menstruatie. En over hoe dat je kan inzakken en die rust vinden.
En de respecteren binnen je cyclus en daarnaar naar jouw gevoel, naar leven. En meestal, als ik daar vragen over stel, is dat inderdaad gericht naar vrouwen toe. Maar ik word heel hard in door hetgeen dat je vertelt. En ik weet dat we, zoals ik zeg, dat wij daar een opvoedende taak ook in hebben. En ons eigen niet gewoon in dat slachtofferrolletje zetten van goh, we hebben weer onze menstruatie. Maar ik heb die vraag daar juist al wel gesteld. Maar ik wil nu toch heel graag horen. Welke tips kan jij naar mannen toegeven om te zeggen van hoe gaan zij om met die flow van de vrouw? Want ik blijf toch botsen met het gevoel van wij kunnen wel inderdaad allemaal in onze flow gaan leven. En we hebben het voor dit gesprek al gehad. Hoe kunnen we onder andere werkgevers, maar mannen in het algemeen, om die mannelijke wereld ook wel wat te verzachten? Want ik wil zeker die mannelijke energie zeggen van oké, we gaan hier nu ons leven opbouwen in alleen maar rond het vrouwelijke en de vrouwelijke energie. Je hebt ook die mannelijke energie nodig. Maar hoe kunnen we die mannen meer stimuleren om respectvol te zijn naar de vrouwelijke cyclus, maar ook om mannen meer in hun vrouwelijke energie te zetten? Want we leven ook in een wereld van produceren. En ik weet dat ik in ben opgevoed van de man moet sterk zijn, de man moet zich sterk houden, de man mag niet benen, die zachtheid, die flauwheid, dat mag de man al niet toelaten. Die tijd is voorbij, maar toch merk je nu, en ik woon in een land waar dat heel hard het macho leeft. De man werkt, de vrouw zit thuis, de vrouw moet gewoon lachen en mooi zijn en vooral zwijgen. Wat zijn de tips die jij kan geven dat de man meer in zijn vrouwelijke energie gaat, maar dat hem ook respect heeft naar de vrouwelijke cyclus? Ja, dat is een goede vraag. Als ik daar het antwoord eens op is, dan zouden we misschien echt grote stappen kunnen maken. Nee, ik denk dat in eerste instantie, zeg maar, als je ermee samenleeft en je wil hem gewoon kennis laten maken met het stukje waar jij in een vrouwelijke energie zit, weet je, dat die gewoon leert vragen. Zo van, goh, maar kijk, ik kan wel per seizoen of per stuk van je cyclus vertellen hoe een man het beste mee om kan gaan. Maar ik denk dat het in eerste instantie gewoon kennis is. Ten tweede, vragen. Weet je, van waar heb jij nu behoefte aan? Weet je, ga je liever uit eten of zullen we juist lekker samen koken? Dat kan echt in je cyclus al een onwijs verschil maken. Alleen ja, hoe zet je mannen echt in een vrouwelijke energie? Nou, als ik dat hier thuis nog eens zou kunnen doen, dat zou ik ook heel fijn vinden. Maar ik probeer dat vooral door door rust te creëren in huis. Dus niet dat als hij bijvoorbeeld thuis komt, er nog van alles gedaan moet worden. Niet dat ik dat nou per se moet doen, maar meer dat werk werk is en thuis is de uitknop mag aan, zeg maar. Maar ook vooral in gesprekken. Kijk, weet je, mannen die uiten misschien hun emoties anders dan wij doen. Dus misschien niet met tranen, maar gewoon met woorden. Maar als je met iemand gewoon in gesprek gaat, een diep gesprek, dan kom je eigenlijk vanzelf in die vrouwelijke energie. Nou kan dat natuurlijk ook niet altijd. Maar ik denk dat als je een soort rust kunt creëren en vanuit daar dingen bespreekt, gaat doen, met elkaar afstemt, dat je echt al een heel eind bent. Dus heel stom gezegd, wij hebben tegenwoordig, iedereen stopt zijn huis helemaal vol met beeldjes en foto's. En elke centimeter van ons huis staat tegenwoordig helemaal vol met dingen. Ja, ik durf echt te wellen als mensen de helft van hun spullen weggooien en daarmee leven, dat er zoveel meer rust in het huis komt en zoveel meer ruimte voor andere dingen. Want dan hoef je opeens niet meer, weet ik veel, 's avonds de oven schoon te maken. Of dan hoef je niet nog een was te draaien of noem maar op. Want het is ook het gewoon niet uit kunnen gaan. En dat hebben ook vrouwen heel erg. Ik denk dat dat een algemeen probleem is. Het is omdat mensen altijd weer wat anders zien wat nog gedaan moet worden. Dus ja, als je thuis komt in een omgeving waar gewoon rust creëert, waar niks meer, niks of op dat moment niks gedaan moet worden,
Ik heb dat met mijn vriend ook. Ik werd daar net te gek van. Elke dag als hij thuis kwam, het eerste wat hij deed, was een wasmachine aanzetten. En dan zaten er misschien 3 sokken in. Dan dacht ik, waarom? En dan zei hij, ja, maar in mijn hoofd moet dat gewoon gedaan worden. Want dan, daarna kan ik pas rusten. En dan heb ik echt heel lang ook moeten uitleggen. Maar dat is toch helemaal niet nodig. Want onze kledingkast hangt vol. Het is niet dat we met 3 shirtjes de week door moeten komen. Dus, weet je, dat kan ook een dag later. Of je kan het ook aan mij vragen. En dat is dan zeg maar alweer een ding minder van de to-do-list. Hetzelfde met boodschappen. Hij was altijd maar bezig met, wat moeten we eten? Heb ik al boodschappen? Altijd nog naast het werk daarmee bezig. Terwijl ik dan dacht, nou, we zien wel. Weet je, kijk straks wel als ik in de supermarkt loop. Ja, inmiddels hebben wij HelloFresh genomen, zodat het A, bezorgd wordt. B, we hoeven er niet meer over na te denken. Het scheelt superveel op een dag. Dus nu heel anders thuiskomen. Als je en niet de was hoeft te doen, en niet hoeft na te denken over boodschappen, en niet hoeft na te denken over koken, helemaal niks. Dus het is ook een soort van, ik zie het echt als rust creëren om iemand daarin te krijgen. Maar dat moet je als vrouw, moet je daar zelf ook aan werken. Want je zit ook in die hussel of verwachtingen of in het patroon of noem maar op. Kijk, en wat wij net zeiden voordat we volgens mij dit gesprek ingingen. Soms kun je dingen gewoon uitbesteden. En ja, dat kost geld, maar ja, wat krijg je ervoor terug? En dat is ook wel echt iets wat wij vaker zijn gaan doen. Ja, want die innerlijke vrijheid en dat vrouw zijn, die zachtheid, die rust, dat is niet alleen voor de vrouw. Dat is inderdaad, en daar geef je inderdaad een goede tip, als je de rust moet creëren in huis na het werk, dan kom je in die je vrij voelen wat dat in is. En ik vind het een heel goede tip dat je zegt van als mensen inderdaad de helft van hun bezittingen wegdoen, dat er inderdaad meer ruimte komt. En dat is ook als je dingen kan loslaten. En dat gaat zowel over het materiële als over het emotionele. Dan creëer je ruimte waardoor dat rust komt en waardoor je je vrijer voelt. Want uiteindelijk, die je niet vrij voelen heeft te maken met dingen die vastgeknoopt zitten, die vastzitten en waar er geen ruimte is, of die niet kunnen stromen of niet kunnen vloeien, heeft te maken met emoties, met energie. En in die zin vind ik inderdaad dat een heel goede, wat je zegt, van die ruimte en die rust creëren. En dat gaat inderdaad over het koken, de was doen. Dat zijn tastbare dingen, maar inderdaad ook over het emotionele, zoals je zegt, een goed gesprek, een diepgaand gesprek, waar dat je de rust creëert en waar dat de man misschien niet door tranen te laten, maar door een gesprek te voeren, in zijn vrouwelijke energie, in zijn rust, in zijn zachtheid, in zijn mildheid komt. Dus inderdaad, die innerlijke vrijheid en dat vrouw zijn, bij ons speelt daar natuurlijk op een andere manier die hormonen en de vrouwelijke cyclus in. Maar dat geldt even goed voor de man, dat de man daarin kan inzakken. Ik denk dat ze soms schrikken ze ervan als je het zo brengt. Want dan denken ze, vrouwelijk. Maar wat voor mij bijvoorbeeld altijd een goed voorbeeld is, is als ik ga wandelen, gewoon de natuur in, dan kan ik gewoon een uur over een paar honderd meter doen. Dan denk ik, een vogel. Kijk, een kikker. Een liefheerser. Ik ben echt op dat moment aan het observeren wat ik zie. En dat vind ik heel relaxed. Vind ik heel ontspannend. Als hij een keer meegaat, die stapt 12 kilometer per uur, zet die in en die denkt, hey, zo snel mogelijk moet ik van A naar B. Ja, we gaan toch een rondje lopen. Oké, rondje klaar, thuis. En dan moet ik, daarom zeg ik, oké, even chill. We gaan even op dit bankje zitten. Ik ga even niet zo snel lopen, want ik kan niet zo snel lopen. Dat was ik helemaal niet de intentie. En dan, naarmate je dan verder komt, merk je dat hij dan ook wel zakt. En dat hij doet, maar ik moet niet tegen hem zeggen, we gaan nu vrouwelijk doen. Even rustig gaan. Nee, ik moet gewoon zeggen, joh, we hebben geen haast. We hoeven nergens naartoe. Ik wil gewoon, weet je, dus dat is ook wel echt een hele andere manier van bewegen. En, maar ja, toch merk je ook alweer, sinds wij dus bijvoorbeeld de HelloFresh hebben en dat soort dingen, heb je s'avonds weer ruimte. Waardoor als je dan s'avonds nu een half uurtje wandelen, dan is het nu inmiddels op een heel relaxed tempo. Omdat we dat, nu is het een soort gewoonte geworden, zeg maar. Dus dat is altijd wel even zakken aan het einde van je dag, als we samen lopen. Dus dat is er ook nogal één om je een heel duidelijk te zien in wat voor tempo je man op dat moment zit of in welke energie die zit. Ja, inderdaad. Dus het gaat eigenlijk over, want ja, die man zit dan inderdaad, gelijk gezegd, van punt A naar punt B, wandelen, zo rap mogelijk daar te zijn, gaat het eigenlijk over
Terwijl het bij jou eigenlijk gaat over het gewoon aanwezig zijn of gewoon zijn, het observeren en in het moment het mindfulness aanwezig zijn en niet weer in dat doen van A naar B of ik moet dit doen om dat resultaat te hebben, maar gewoon echt in het proces zijn. En dat is inderdaad het verschil tussen het vrouwelijke en het mannelijke. En dat we daar inderdaad de balans moeten vinden om ons meer vrij te voelen of meer tot rust te voelen. Kirsten, dank je wel voor het gesprek. Ik wil je nog vragen, als vrouwen, en ik denk eigenlijk, dat komt niet mee op, ik denk dat er misschien ook wel iets in zit om met mannen iets te gaan doen om in hun vrouwelijkheid te komen. Want ik denk dat daar zeker ook nood aan is. Want als je zegt van ja, mijn vriend loopt heel snel, ik loop heel traag. Ik denk inderdaad dat daar ook misschien ergens een niche voor is om mannen meer in die vrouwelijke energie te krijgen. Maar mijn vraag is eigenlijk, als vrouwen, en ik zal ook zeggen mannen, meer willen weten over de vrouwelijke cyclus of op hun ritme komen of die rust te vinden, wat zijn de trajecten of de programma's die jij doet, waar dat mensen kunnen instappen? Waar zijn die op gericht? Ja, ik heb eigenlijk verschillende online trainingen hiervoor ingericht. Ik heb eentje, die is vrij basis. Dat is mijn, waarvan ik zeg, nou, als je nog geen idee hebt over de verschillende fases in je cyclus, start dan daar. Daar leg ik gewoon puur uit, hoe zou je cyclus moeten zijn, noem maar op. En hoe kun je dan herkennen, hè, waar je bent in je cyclus? Wanneer zit je rond je ovulatie? Wanneer zit je rond je winter? Dus je trekt jouw flow, dat is echt mijn basiscursus. Ik heb één cursus geheel gefocust op voeding voor je cyclus. Dus door bepaalde producten in bepaalde fases te eten, kan je je lichaam extra ondersteunen en daardoor echt beduidend minder PMS-klachten ervaren. Maar eigenlijk mijn uitgebreide programma is Leven met je Flow. En daarin leer ik dus echt alles over je cyclus. Weet je, hoe kun je het beste sporten? Wat kun je het beste doen met eten? Wat kun je het beste doen met je sociale agenda? Waar heb je behoefte aan, waar niet? Die komt maar 3 of 4 keer per jaar. De volgende datum is nog niet bekend. Maar als mensen er meer over willen weten, kunnen ze mij altijd volgen via de website. Kom ik tot rust.nl of waar ik voornamelijk actief ben is op Instagram. Ook @komweertotrust.nl en daar kunnen ze eigenlijk van alles vinden. En het enige wat jij zei, ik heb natuurlijk al een webshop waar ik gewoon wat extra producten aanbied die je kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met mijn eigen thee. Ik heb de Moonflow Blend, dus dat is een kruidenthee die jouw hormonen ook ondersteunt. En volgende week komt mijn Moonflow Box. Dat is wel een eenmalig iets, maar dat wordt ook echt een heel mooi project. Dus dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat vrouwen de rust pakken tijdens die menstruatie. Of dat ze er echt een moment voor hunzelf van maken om beter in contact te komen met hun lichaam. Dus dat is een hele mooie doos met een aantal artikelen. En ook een heel online gedeelte waar ze allemaal meditaties kunnen doen en intenties kunnen schrijven, noem maar op. Dus genoeg, denk ik. Waar ze kunnen volgen. Ik denk dat ik het meeste gewoon deel op Instagram. Daar komt alles voorbij, wanneer wat is. En daar is gewoon al heel veel basis te vinden. Oké. Kirsten, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. En voor jouw tijd. Ik denk dat we op deze manier toch wel heel wat vrouwen en hopelijk ook heel wat mannen kunnen inspireren.